De Messie Bioscoop in de Euroborg verandert per 1 september zijn naam in Wolf Groningen. Naast de vestiging in Groningen heeft Wolf Bioscopen nog 9 andere vestigingen die allemaal Wolf gaan heten. Het is een van de laatste familiebedrijven die in de Nederlandse bioscoopwereld actief zijn. Door alle vestigingen dezelfde naam te geven, hoopt het bedrijf meer bekendheid te krijgen. Het UMCG en de Ommelander Ziekenhuisgroep gaan nog meer samenwerken op het gebied van behandeling van kanker. Een kankerspecialist van het UMCG werkt nu 1 dag in de week in de Ommelander Ziekenhuisgroep. De bedoeling is dat de kankerspecialist voornamelijk controlepatiënten op bezoek zal krijgen, zodat deze niet naar Groningen hoeven te reizen. Daarnaast zal hij de specialisten van de Ommelander Ziekenhuisgroep adviseren bij het opstellen van bestralingsbehandelingen. Deze Noorderzon is het dan zover. Het bier komt in plastic bekers in plaats van glas. Een opvallend besluit, omdat de organisatie van Noorderzon toch jaren heeft gestreden om de drankjes in glazen te kunnen serveren. Waarom is ervoor gekozen om plastic glazen te gaan gebruiken? Omdat wij in samenspraak met de gemeente en de politie eigenlijk op een paar drukke punten, daar is het gebruik van glas, zou eventueel wat onveilig kunnen zijn. En dat is met name rond de vijver, hè, waar heel veel mensen staan op dat moment. En hoewel we het jammer vinden, gaan we daar toch wat in plastic schenken. De rest van het terrein blijft overigens wel glas. Gelukkig zal deze maatregel alleen in de paviljoens rond de vijver worden doorgevoerd. Wie dus een lekker glaasje drinken wil, kan bij de andere bars terecht.